Hoi, ik sta vandaag in een doorsnee winkelcentrum. Elk winkelcentrum heeft een bloemist. Ga daar nou eens naar binnen en laat je inspireren door die prachtige bloemen. Kom mee. Wauw jongens, prachtig. Dit is een snoepwinkel. Genieten zonder dat je er dik van wordt. Die kleur, die mooie lila kleur. De mooie avalancheroos, prachtig. Wat is het genieten, hè? Van al die kleuren, al die verschillende structuren. Alles is per stuk verkrijgbaar. Dus dat is zo leuk. Je kan echt spelen en echt ervaren van nou, wat vind ik mooi, dat zet ik in de vaas. Het zonnetje in huis. Die mooie zonnebloem. De alium. Weten jullie dat dat gewoon een bloeiende ui is? Gewoon een ui. Dat is toch fantastisch? En in zoveel verschillende soorten. Want hier heb ik bijvoorbeeld ook een alium. Dus de alium subberti. Heel mooi structuurtje. Ik zie daar iets heel moois staan. Dat moeten we hebben. Deze. Dat is de gloriosa. En kijk eens, daar is die. Prachtig, hè? Met al die mooie groene knopjes. Nou, ik begin nu met schikken. Het leuke is, we pakken de delphinium. En ik blijf het herhalen. Schoon mesje in verband met de bacteriën. Dat is heel belangrijk. En snijd schuin af. Zet de bloem de kruislings in, dus schuin. Als je dan de tweede bloem erbij inzet, zet je ook schuin. Dan staat die vast en je hebt gelijk heel mooi volume bovenin. Nou, als je het blad niet helemaal mooi vindt, haal dan een paar blaadjes af. Over het algemeen vindt die zonnebloem dat even net wat fijner. Nou, dit is een heel mooi voorbeeld van de hortensia. De echte kwaliteit van de bloemist. En dat voel je en dat zie je aan alles. En weer kruislinks in die vaas. En kijk eens, die mooie hoogteverschillen. Daar mag je echt mee spelen. Dat oranje, dat is toch wel een hele vlammende, heftige kleur erbij. Maar zie je, hij pakt alle kleuren die er zijn, pakt hij een beetje op. En doet hij net eventjes een beetje van, ik hoor er niet helemaal bij, maar ik breng er wel spanning in. Dus je mag best wel een vreemde eend in de bijt hebben. Ja, en dan die fantastische avalancheroos. Prachtig. Het mooie van deze roos is dat hij heel mooi open komt. Staat hij echt onbekend. Op het moment dat je hem koopt, voel dan heel eventjes voorzichtig in de knop. Als hij een beetje gesprongen is, dat vertelt mij altijd dat hij heel mooi tot z'n recht komt. En heel mooi echt groot gaat bloemen. Mocht er nog wat dorens aan zitten, kan je die ook gewoon verwijderen met je scherpe mesje. Door hem langs de bos te halen en hem zo te verwijderen. En we zijn klaar. Nou, kijk nou eens. We hebben voor 20 euro zo ontzettend veel plezier gehad. Kijk naar het assortiment en de kwaliteit. En dat vind je echt alleen bij de bloemist. Super veel lol gehad en nu is het genieten.